zit nog eens op een gemak naar die tune van ons te luisteren, naar die muziek van Marco Raaphorst. In het begin was het in ieder geval een muziekje waar iedereen van wakker werd als hij eventjes zat in te dommelen. Maar we hebben wel eens overwogen om toch naar iets anders te gaan. Maar inmiddels zijn we er allemaal erg aan gehecht aan deze extremiteit van Marco Raaphorst. Marco, bedankt. We zijn met Topnames een dag in Groningen. We zijn te gast bij Voice. Daar spreken we later vandaag mee. We spreken met een tiental ondernemers uit Groningen. Jij bent er eentje van, Jantine Doornbos. Je bent van Food Drop. Yes. Wat doen jullie? Wij bezorgen gezond eten op een gezonde manier. Wat dat inhoudt is dat we voor 80 restaurants in Groningen eten bezorgen bij mensen thuis en op locatie. En dat doen we op de fiets. Dus beter voor onze bezorgers, onze droppers en beter voor het milieu. Dan zeg je met nadruk restaurants, ja. Want daarin onderscheiden jullie, hè? Dat ja. je niet de bekende kebab pizza's. We hebben ook wel maar jullie zoeken het wat hoger in de markt. Ja, ja. We zitten echt in het hoogsegment, dus we hebben ook echt kwaliteitseisen waar aan een restaurant moet voldoen. Je moet een bepaalde social rating hebben, bepaalde hygiëne normen waar ze natuurlijk altijd aan moeten voldoen. En op het moment dat wij denken van nou ja, dit is een goed restaurant, dan worden ze bij ons aangesloten. Ja, maar heel veel restaurants die doen dat toch helemaal niet, bezorgen. Die claimen ze een beetje de beste restaurants uit jouw buurt. Ja, ja. Nou, de restaurants uit mijn buurt, de beste althans, die doen dat niet. Nee, en dat is hoe ook... werkt dat? Is dat niet ingewikkeld? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, toen ik begon 2 jaar geleden was het natuurlijk wel een uitdaging om de restaurants aan te sluiten. Want een horecaondernemer die doet dat al jaren zo. En dat moet dan opeens anders gaan. We zien wel een verschuiving dat mensen natuurlijk steeds meer dingen thuis bezorgd willen krijgen. Dus er was ook wel een hele grote behoefte om gezond te eten ook te kunnen bestellen. En als je dat duidelijk maakt aan de restaurants, van jullie hebben gewoon ontzettend mooie producten. Het is eigenlijk heel jammer dat je nu verplicht bent om pizza of kebab te bestellen. Ja, dan zien zij de meerwaarde daar ook wel van in. En uiteindelijk zijn we dus nu met een hele grote club en doen lunchrooms, maar we doen ook echt gewoon kwaliteitsrestaurants. En we hebben ook wel een pizzeria, maar dat is dan de beste van de stad. Of burgers en dan zijn het gezonde biologische burgers. Ja, en mijn impact op een restaurantkeuken is natuurlijk enorm. Ja. Als je ook bezorgen wil gaan faciliteren. Ja. Want ik neem aan dat veel restauranteigenaren dat dan nu doen, misschien niet eens over nagedacht hadden nee, voordat jij langskwam. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja. Vonden ze het ook wel moeilijk en spannend, maar toch wel het vertrouwen in het product ook. Maar we hebben natuurlijk een compleet logistiek proces ontwikkeld achter de schermen die dat voor ze inricht. En zij hoeven alleen maar te koken en wij doen de rest. We doen de klantenservice, we doen de bezorging zelf. En we zorgen ook dat de menukaarten in zoverre kloppend zijn dat ze ook passen bij een bezorgstrategie. En we kijken ook naar verpakkingsmaterialen voor de restaurants. Dus eigenlijk regelen we alles voor ze en zij hoeven alleen maar te doen wat ze al deden, dat koken. Hij klinkt als arbeidsintensief. Ja, is het enorm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En hoe verdien jij dan toch geld mee? Wij hebben aan twee kanten hebben een verdienmodel. Aan de ene kant is dat een stukje commissie die de restaurants afdragen. En aan de voorkant voor de consument is dat een bezorgkosten. En die bezorgkosten liggen aan de afstand die jij van het restaurant verwijderd bent. Dus hoe verder je weg woont, kan je nog steeds bestellen. Maar tot 3,5 kilometer, maar daar worden de bezorgkosten wel hoog van. Ja. Wat heb je daarvan geleerd? Maar waar zitten de belemmeringen voor mensen? Is als je op kwaliteit richt de prijs een belemmering? Of hebben die mensen inmiddels al bedacht van ik wil gewoon goed eten? Ik wil gewoon goed eten. En moet gewoon gezond. Ja, weet je, de gezonde manier van bezorgen is ook wel erg belangrijk hoor. Je ziet toch wel dat de binnenstad heeft natuurlijk wel heel veel last van scooters en overlast van bezorging in het algemeen. En dat vinden mensen wel belangrijk, dat we het ook op een goede manier doen. Maar de kosten, ja, het is minder belangrijk. Als wij kijken naar de gemiddelde bestelbedrag nationaal gezien, dan is dat voor ons ook ongeveer het dubbele. Dus dat is gewoon enorm aantrekkelijk om... jij hebt het druk. Je wilt tijd door te brengen met je familie of je vrienden. Je hebt geen zin om boodschappen te doen. Je hebt geen zin om te gaan koken. Ja, dan doen wij dat voor je. Dus het is echt gewoon een luxe product. Ja. Ja. 80 aangesloten restaurants, ja. Zei je aan het begin. Kun je een indicatie geven? Hoe druk hebben jullie dan nu op een weekend? Nou, wij fietsen met zo'n 15 tot 20 bezorgers in de avond. Dus dat is echt best wel een enorme club. We doen dat heel efficiënt. We hebben een module die een engine ontwikkelt. Die berekent pick-up tijden voor restaurants en voor orders. Zodat we zo efficiënt mogelijk kunnen bezorgen.
En daarin hebben we nog steeds zoveel mensen nodig. En dat zijn vooral jongeren, zijn studenten natuurlijk. Het zijn ook scholieren. Maar vooral studenten en ook wel internationals die bij ons aan het werk zijn. Maar het is enorm druk, ja. Ja, je bent 2 jaar bezig. Hoeveel maaltijden bezorg je in de week? Of? Ja, dat is moeilijk om er iets over te zeggen. Dat is voor concurrentiegevoelige informatie natuurlijk. Maar het zijn er een hele hoop. Als je naar de stad Groningen kijkt, dan hebben wij toch wel het grootste deel van de stad een keer eten bezorgd. Ja. Dus dat zijn, nou, het zijn een hele hoop maaltijden, een hele hoop mensen. Ja, het is heel concurrentiegevoelig, dat zeg je al. Je wilt ook niet precies zeggen wat jullie omzet is of dat soort dingen, begrijp ik. Ja. Waarin denk je je te kunnen onderscheiden van al die partijen die met enorm veel geld deze markt met elkaar aan het bevechten zijn? Ja, dat is natuurlijk een... Uber Eats en de thuisbezorg.nl en de Deliveroo's en de weet ik wat allemaal. Ja, wij zitten echt in een hoger segment. Dat zien we toch wel echt. Als je kijkt naar thuiszorg, zijn wij natuurlijk ook gewoon een dienstverlener. Niet per se alleen een platform. Yeah. En ik denk oprecht ook dat onze software wel echt vooruit loopt op waar de concurrentie staat. Dus dat is ontzettend fijn om te weten. Daarnaast zijn we natuurlijk een kleinere speler, maar wat ons ook wel enorm flexibel maakt. Dus wij kunnen met heel weinig middelen eigenlijk sneller schakelen. En we hebben een club van young professionals aan het werk. Die ook ontzettend veel kennis hebben van nieuwe technologieën. Zoals machine learning, et cetera. Ook om dat ook te gaan implementeren in die bezorgenwereld. Dus je gaat steeds meer naartoe naar een model. Dat jij zo meteen helemaal niet meer hoeft na te denken over wat je wil gaan eten. En daar staan lopen wij denk ik echt wel mee voorop. Vertel daar eens iets over wat jullie techniek goed maakt. Nou, we gebruiken ten eerste gewoon de nieuwe talen, programmeertalen, nieuwe technieken. En we zorgen er ook voor waarin onze concurrentie bezorgers naar restaurants stuurt als er een order is, werkt ons systeem precies andersom. Wij berekenen een pick-up tijd, dus ons systeem is continu bezig met is er mijn bezorger beschikbaar, hoe laat is die beschikbaar. En dan wordt de order pas aangeboden aan het restaurant. Dus het systeem werkt andersom en dat zorgt ervoor dat wij heel duidelijk inzicht hebben in onze kosten. Dus ook heel duidelijk kunnen opschalen of kunnen kijken van wat is onze begroting, hoe kunnen we gaan groeien. Want je hebt een heel duidelijk beeld van kosten en baat. In Groningen, ja. Oh nee, ik zocht nog even aan op dat je machine learning gebruikt. Wij doen, 80 of 100 van dit soort interviews per jaar. En dat is een van de termen waar wij mee doodgegooid worden. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Ja, dat klopt. Dat is heel jammer. Ik wil daar graag wat meer over weten, wat je daarmee bedoelt. Want... Nou, ik heb zelf informatiekunde gestudeerd op de rug. Dus dat is eigenlijk ook grotendeels machine learning. Hoe kan je taligheid gebruiken om dingen te voorspellen? Dus hoe kan je jouw input in een website bijvoorbeeld gebruiken om te voorspellen wat je behoeftes zijn, wat je lekker vindt, wanneer je dat lekker vindt. En zo kijken we ook gewoon, wil ik veel meer gaan nadenken voor mensen. Dus jij moet studeren deze week of je moet... Dus wat Werner Vogels, die wij vaak interviewen, altijd zegt, dat is de definitie van machine learning is voor jou ook het gebruiken van data uit het verleden om voorspellingen te kunnen doen in de toekomst. Ja, nee, zeker. Dus als jij ziet dat ik een bepaald patroon heb in het bestellen van eten, dan wil je dat weten... Zodat je eigenlijk al met een zekere mate van waarschijnlijkheid kunt zeggen dat ik vanavond om 9:00 iets ga bestellen. En daar kan je natuurlijk nog veel meer mee doen. En wij hebben ontzettend veel data. Geef daar eens een paar voorbeelden van. Ik zat vorige week te praten met een aantal studenten. En die gaf ik aan van, joh, het is zo jammer dat wij nog na hoeven moeten denken over ons eetpatroon. Terwijl we gewoon hier eigenlijk keihard moeten studeren. Nou, dat geeft aan, dat is precies waar wij ons op inzetten. Dat we ook gewoon echt mensen kunnen gaan helpen. En convenience in zijn breedste vorm. Dus jij bent goed in wat je doet. En je wilt kostbare tijd die je hebt. Hè, want Nederland is gewoon stressvol land natuurlijk, wil je spenderen met de mensen waar je om geeft of de dingen doen die je leuk vindt. Nou, daar bieden wij oplossingen voor. En Fooldrop is daar een voorbeeld van, maar dat kan je natuurlijk op veel meer sectoren gaan toepassen later. Ja, zie jij nog andere sectoren waar daar... Alles wat jij herhaaldelijk moet doen op een dag, dat zou je in de toekomst natuurlijk weg kunnen nemen. Kijk maar naar waar Amazon naartoe gaat, waar alles naartoe gaat natuurlijk. Maar dan heb je het echt over van, nou jij zit nu helemaal op het eten koken en boodschappen doen. Ja. Maar dat kan ook zijn voor je kleren schoon krijgen, je huis, weet ik veel. En wij hebben gewoon één softwarepakket gemaakt dat je zometeen als white label of whatever overal kan gaan neerleggen. Dus dat is uiteindelijk de core van het bedrijf. En zo kan je Fooldrop ook wel opsplitsen in verschillende stukjes. We hebben onze software, dat vind ik het allertofste om mee te werken. Ik vind het ontzettend tof om het team neer te zetten, want we zijn met een hele grote club mensen. Ja. Maar dat is de core van Fooldrop. En de delivery zelf, het bezorgen zelf, iedereen kan bij wijze fietsen.
Maar niet iedereen kan zo'n systeem bouwen. Ja, dus je bent echt een technologiebedrijf. Dat is echt een tech-startup. Dat is een vraag die we vaak stellen. Ja. Het fietsen en het, dat is een gevolg daarvan. Ja, het is een noodzakelijk kwaad. En ik vind het heel fijn dat we het zo kunnen doen. Want we zien ook wel dat het echt bijdraagt aan een leefbare stad. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Om een maatschappelijk doel er ook bij te hebben. Om de stad een stukje mooier te maken. Maar als je dat gezegd hebben, dat weten, die technologie kan je ook op andere terreinen inzetten. Ja. Maar wat is nu jullie eerste doel? Is dat dit concept stad voor stad gaan uitrollen? Of juist kijken van wat zijn de andere terreinen waar we deze technologie nog meer kunnen inzetten? Nou, de laatste vind ik persoonlijk heel interessant. Foodrop is natuurlijk aan het kijken om ook naar andere steden te gaan uitbreiden. Ik denk dat iedereen dat wel op een gegeven moment doorkrijgt. Ja, dat lijkt me. Ja, dus daar kunnen we lang en kort over praten. Dat is gewoon zo. Maar ik zie gewoon, waarom zou je continu je eigen eiland gaan bewaken? Kijk, alle postbezorgers op dit moment, dat is natuurlijk een hele wereld die heel erg in verandering is. Of er heel veel momentum in zit. Iedereen heeft zijn eigen eiland. Wat nou als je alles gaat bij elkaar gaat brengen? Als je één groot netwerk maakt waardoor alles efficiënter kan. Nou, dat zijn dingen waar wij gewoon ook heel filosofisch over nadenken. Van hoe kunnen we dat dan met onze technologie inrichten? Dat zijn echt grotere stappen die je gaat maken. Ja. Hoe ziet je bedrijf eruit? Wat voor mensen heb je jullie nu aan het werk, behalve de fietsers? Nou, wij hebben gewoon zoals elk bedrijf office, alles met office, back office gerelateerd. Dat hebben we natuurlijk in-house. We hebben programmeurs aan het werk. Ik doe zelf ook nog veel. Ik programmeer zelf ook nog veel. Vind ik ook leuk. We doen branding, doe ik ook veel in. En we hebben een marketeer, die is daar de hele dag mee bezig. Maar verder zijn vooral heel veel fietsers. Ja. Dus als je bij ons komt, dan is het ook één groot chaos altijd. Van mensen die heen en weer lopen. En, zit je in het centrum? Ja, we zitten midden in het centrum. Dat moet natuurlijk wel. Ja, je moet centraal zitten. Ja, en het is gewoon een hele leuke club mensen die het echt super tof vindt om dit te doen. Ja. Fietsen is bij ons natuurlijk, iedereen vindt fietsen leuk. Niemand vindt regen erg en fietsen door de regen erg. Dus ja, het motiveert wel. Ja. Zoveel jonge mensen om je heen. Ja. Ja, nee, het valt me ook op dat fietsen, dat is ook in jullie marketing, die zetten jullie echt goed aan. Hè? De billen van jullie medewerkers. De billen van onze bezorgers, ja. En de betere conditie van jullie bezorgers. Nee, maar kijk, als jij jong bent en je kan in de supermarkt gaan werken, kan ook bij ons komen werken. Dan ben je een beetje bewegen. Ja, je bent een workout aan het doen en je verdient geld. Dus dat is eigenlijk ideaal. Ja. En je noemde net marketing, dat je iemand in dienst hebt. Wat wij zien bij de grote partijen op deze markt. We hebben Thuisbezorgd ook aan tafel gehad. Als je die concurrentieanalyse maakt, die verbranden bakken met geld. Ja. Dat is allemaal marketing. Dat vinden wij eigenlijk heel gek. Allemaal marketing onder het motto the winner takes it all op deze markt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik vind het, we hebben natuurlijk nieuwe marketingmiddelen, kanalen. En je kan het op de ouderwetse manier doen. Wij hebben ook wel eens billboards in de stad gehad. Was leuk. Is goed, ziet er mooi uit. Alleen al leuk voor jezelf. Ja, leuk voor jezelf. Jongens, kijk, hebben we zo gedaan. Maar weet je, vervolgvraag. Hoe doen jullie je marketing? Nou, wij zijn echt heel erg online ingesteld. Dus wij proberen heel erg duidelijke persona te maken van onze doelgroep. Echt kijken van wie bestelt bij ons. Hoe kunnen we dat uitbreiden? Hoe kunnen we kijken hoe we mensen nog beter kunnen aanspreken? Maar echt compleet online. Dus echt gefocust op. En wat gebruik je dan vooral? Is het echt Facebook marketing? Waar je natuurlijk heel goed kunt targeten. Ik denk dat onze Instagram marketing ook wel echt groot wordt. Ik denk dat het fysiek zichtbaar zijn van onze foodroppers ook enorm belangrijk is. Rode tassen. Ja, dus super opvallend natuurlijk. Dus dat vind ik, dat is eigenlijk heel erg belangrijk voor in lokale in deze stad. Ja, en verder alles gewoon AdWords, Google natuurlijk. Ja. Alles wat erbij hoort. Ja. Johan Schaap vraagt op Twitter: de laatste tijd is er steeds meer oppositie tegen thuisbezorgd, zegt hij. Hoe zit dat in Groningen? Ja, dat is hier ook zo. Die hele markt is zo aan het verschuiven. Kijk, gisteren in het FD werden wij ook nog genoemd als lokale concurrent van. Je ziet enorm veel partijen die markt proberen aan te boren. Het voordeel van Foodrop is dat wij al een bestaand imago hebben. Wij hebben in Groningen hebben echt een hele mooie marketingpositie of een hele mooie concurrentiepositie. En ik denk dat wij ook wel kunnen zeggen dat we hier echt wel goed gevestigd zijn. Dat natuurlijk moet je bewaken als je naar andere steden wil gaan. Maar ik denk dat wij heel veel hebben kunnen leren van die hele slag in het Westen. En dat wij dat juist gaan gebruiken zometeen om daar omheen te gaan. Dus thuisbezorgd is een groot concurrent, is een monopolie. Daar kan je ook gewoon niet omheen, kan je alleen maar van leren. Alleen wij zitten wel veel meer op kwaliteit. En vooral ook klantenservice. Want dat is wel wat mensen aangeven. We hebben nog steeds een 4,9 van de 5 een social rating. Dat is natuurlijk enorm hoog. Ja.
Ja. Dat komt omdat onze feedback loop echt gesloten is. Dat is zo close, we zitten zo dicht bij de consument. We vragen zo vaak, is het wel goed, vond je het lekker, was het warm genoeg, was het snel genoeg. We meten al onze statistieken van onze bezorgers om te kijken of dat allemaal in orde is. En als jij een probleem hebt, kom je gewoon bij ons. Ja. En dat is bij thuiszorg misschien wel een van de problemen. Ja. Hey, hoe belangrijk ben jij daar zelf in? Want je zei net al, je bent informatiekundige. Nee. Dit is echt jouw ding, hè? Data. Ja, ik vind het super mooi. Wat heel opgerond. Maar jij zit hier. Maar jij beredeneert het gewoon veel minder vanuit de marketing en de sales en veel meer vanuit de data. Ja, maar ik valt kan mij heel erg op. Ja, ik kan heel erg zien. Is dat ook het geheim? Ik denk dat ik goed ben in een bruggetje bouwen tussen gevoel en techniek. Dus iemand, je ziet, er is een gat in de markt, er is een behoefte en dan kijken wij gewoon met het team van hoe kunnen we daar iets voor maken. Ja. En data is daar onderliggend aan. Dus je kan, als je heel slim met data om kunt gaan, kan je marketing ook gewoon een stuk goedkoper maken. Dat is gewoon slim, dat is gewoon simpel, dat is gewoon easy. Ja. Dus 1 plus 1 is 3 in dit geval. Dus ja, ik denk dat bij ons data wel ontzettend belangrijk is. En ook om mensen de kans te geven om iets te vinden. Dus als je ze vraagt om iets te vinden, dan kunnen ze er ook iets van vinden. En dat kan je beter eerder doen dan later. Ja. Wij hadden laatst de naam is mee van het grote bedrijf aan tafel die een oppasplatform had. Hoe heet ze nou? Sitly. En die zijn internationaal ook best wel aan de weg op een gegeven moment gaan timmeren. En zij keken gewoon eigenlijk, maakten een hele goede analyse van stedelijke gebieden. Ja. Waar ze kansen zagen. Ja, omdat er concurrentie minder was, omdat veel gezocht werd op bepaalde combinaties van zoektermen. Heb jij ook zo'n lijstje klaar liggen? Ja, ja? Allemaal. Alle steden, alle dorpen. Wat is de volgende stad? Nee. Maar ga je daarin ook onorthodoxe keuzes maken? Want dat filmen ze op bij Sitly. Die zeiden van ja, wij zijn nu begonnen in Argentinië. Nou ja, dat zou kunnen. En iedereen, of toen zij in Italië begonnen, dat vond ik eigenlijk het mooiste voorbeeld, zei iedereen op als platform in Italië, gaat niet werken. Extended family, daar passen de oma's op. Je bent gek. Ja. Nu het grootste land. Ja, maar hij had dat op basis van data, had hij gezegd, we gaan naar Italië. Ja. Ja. Ja, dat doen wij ook zo. Ja. Wij kijken echt, en dan gaan we niet het gevoel. We doen heel veel gevoel. Hè. Dat proberen we te zien met onze gewoon met onze klanten. Maar qua uitbreiding, je bent gewoon heel dom als je dat op gevoel gaat doen. Dus je kan gewoon, we hebben natuurlijk ook ons Foodrop is natuurlijk een internationale naam. Ja. Daar hebben we ontzettend veel geluk mee. Of hebben we gewoon goed over nagedacht. Goed. Staat er geluk. Daarmee kan je natuurlijk ook heel mooi gaan uitbreiden, ook naar andere landen toe. Ja, want wij zijn... Eerst heb je in Nederland nog wel wat ambitie, denk ik. Ja, alleen Nederland is wel, heel veel concurrentie. En je ziet ook wel, wij wonen hier in Groningen, volgens mij in Europa, hoofdstad, bezorghoofdstad van Europa. Dat was heel gekke zin. Het aantal mensen wat besteld met bezorgd. Domino's heeft hier ook de meeste vestigingen, et cetera. Ja? Maar dat is wel een lager segment natuurlijk. Maar en je moet die soort steden gaan zoeken. En is studentenstad, is dat dan belangrijk? Dat zijn we nu aan het uitzoeken of dat voor ons dan heel belangrijk. Ja, want het gaat om mensen met gevoeligheid voor dat gezonde eten. Voor de en mensen die eigenlijk gewoon geen tijd hebben. Eigenlijk wat mijn visie is, zeg maar, om mensen echt meer tijd te geven. Je ziet gewoon dat iedereen zo druk is. Millennials die allemaal burn-outs krijgen, omdat ze zo onder druk staan. Dan een product bieden die wel geld kost, maar tijd geeft, is volgens mij de oplossing voor, voor hun hele probleem. Hey, hoe zorg je zelf dat je wat tijd overhoudt voor andere dingen dan je werk? Delegeren? Nee. Eten bestellen als jonger. Eten bestellen als jonger. Bij Domino's. Kan nog meer werken. we zijn al zo gegroeid dat we ook wel echt een goed team hebben. Dus we kunnen ook echt elkaar op elkaar leunen. En ik hoef niet meer alles zelf te doen. Dus dat scheelt me helemaal. Mooi verhaal. Laatste vraag dan over Groningen steken. Of vraag aan iedereen. Wat maakt Groningen... Wat maakt zeg maar, de Groningse ondernemers die in deze techwereld zitten? Is er iets wat jullie bindt, wat jullie anders maakt dan Rotterdam, Amsterdam, misschien Eindhoven? Ik denk dat we heel eerlijk en integer zijn. Je kan het hier ook niet verneuken, want dan heb je het gewoon in één keer klap helemaal verneukt. Zeg maar. Omdat het een relatief kleine wereld. Iedereen kent elkaar. Nou ja, heel veel mensen kennen elkaar, ja, zeker. Ja. En je wordt ook echt wel geholpen en omarmd als je daar een beetje tussenkomt. Het is een open wereld, denk ik. Ik mag daar ook heel snel iets van vinden daarin. Maar ik denk ook wel echt dat je de eerlijkheid en de chronische nuchterheid... Kijk, als ik in de Randstad kom met mijn product, dan is het veel meer bla, zeg maar. En dan, ik denk dat wij gewoon een stuk nuchterder zijn. Zeg maar wat op staat en dan gaan we dat doen. Ja. Ja, clichés komen ergens vandaan, hè? Ja, maar het is wel echt zo. Dat bedoel ik, weet je wel. Ze zijn wel ergens op gebaseerd vaak. Zeker, Oké, super. Nou ja, mooi verhaal. We zien wel welke stad het wordt. Ik ben heel benieuwd. Ik gok dat het toch eerder een stad in een ander land wordt dan Eindhoven of Delft.
Ja, Delft, dan kunnen ze op swapfietsen. Swapfietsen kunnen ze bestellen. Nee, we hebben hier ook weer swapfietsen. Wij werken samen met swapfietsen. Oké, okay, ja. Antwerpen. Dat is een mooie stad. Ja. Nou ja, je gaat geen clue krijgen, Stekel. Sorry, heel ontzettend bedankt. Ja. Mooi verhaal. Dank u wel. Jullie bedankt voor het kijken. We zenden de hele dag uit, vanuit het kantoor, het bedrijfspand van Voice uit. Voice komt later vandaag ook nog aan bod. We zitten in de kantine van hun. Ja, de toekomstige kantine, want ze zijn eigenlijk hier net ingetrokken. Volgende week, woensdag volgens mij, is pas de eerste dag dat hier gegeten gaat worden. Door zowel de bedrijven Voice als Spindel, dochter... broeders, bedrijven, hoe je het ook wil noemen. We gaan natuurlijk, als je nu live kijkt, dan weet je dat alle uitzendingen on-demand beschikbaar komen. Dan kun je alles kijken wat je wellicht gemist hebt. En kijk je on-demand. Dan weet je ook dat je een stuk of 10 interviews uit Groningen kunt terugzien. We bedanken, zoals altijd, het Groningse Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En volgens mij zit, ik dacht dat Baksbier ook bij Bier & Co. zit. Weet ik niet zeker. Gaan we eventjes nakijken. Maar in ieder geval, Baksbier, bedankt voor de biertjes. Dag. Hallo.